Alleen al in het redelijk kleine stukje Zuiderlo, wat ten opzichte van het geheel maar een klein oppervlakte is. Hè, tussen de Kennemerstraatweg, de Zevenhuizenlaan, de Hogeweg en de Vennewatersweg. De wijk die nu als laatste hier in Heilo bijgebouwd is. Ja, daar hebben de archeologen dus in totaal wel zo'n 200 waterputten gevonden. Dat is ongelooflijk. Dus zo'n put ging niet je hele leven mee, die moest je af en toe vernieuwen. En dan ging je maar weer op een plek ergens anders, of vlak daarnaast, ging je maar weer een nieuwe put maken. Dat hebben de archeologische bedrijven gedaan en dat deden ze samen met vrijwilligers van Baruena. En dan is meestal de vraag aan de vrijwilliger: Fons, wil jij hem even afwerken? En dat is dan dus met je schep en met je troffeltje eventueel precies, voorzichtig, laagje voor laagje weghalen om te kijken of er misschien voorwerpen in zitten. Die voorwerpen die kunnen ons iets vertellen over de bewoning van die tijd en over de periode waarin die put tot stand is gekomen en waarin die gebruikt is geweest. Dat is het werk wat vrijwilligers doen en daar zijn de bedrijven blij mee en wij vinden het prachtig werk. Ja, enkele keer soms vind je natuurlijk onderin zo'n prachtige mooie kogelpot en die bijna helemaal heel is of helemaal heel en dan ben je helemaal natuurlijk tevreden. Ik zei net, honderden jaren is dat zo gegaan, ja, echt honderdduizenden jaren. Maar de waterputten die wij hier in onze ruimte hebben in de expositie, die komen allemaal uit de middeleeuwen. En we hebben daar, dankzij een bijdrage van de gemeente, een prachtig raamwerk, groot raamwerk van een put. Want om de put goed stevig te kunnen maken en de zoden die goed op te kunnen plaggen, goed op te kunnen leggen, werd er vaak een houten raamwerk ondergelegd. Soms was dat een karrewiel uit de Romeinse tijd nog, of een vierkant van een aantal oude stukken houten die ze nog hadden. Maar die werden dan wel vaak nog keurig netjes met pen- en gatverbinding aan elkaar gekoppeld. Om te zorgen dat het stevig was, dat het raamwerk, dat de put erop gebouwd kon worden. Zo'n put hebben we gelukkig gekregen. Die is door de gemeente, hebben die laten restaureren bij Restaura. En hij is heel broos, maar gelukkig hebben wij hem en we mogen hem hier aan jullie laten zien. Dan hebben wij een prachtige tonput, ook oude wijnvaten en watertonnen werden gebruikt als ommanteling voor de put. Ook ander hout, zoals boomstammen, maar gezien het feit dat hier de strandwal was en het stoof enzovoort, waren hier niet veel bomen. Dus hout was heel erg schaars, dus zo'n ton kon wel prima dienen als put. En Jeroen heeft die duigen zo goed mogelijk geconserveerd en weer gekeken hoe ze het beste naast elkaar konden. Die heeft daar een raamwerk voor gemaakt, zodat wij hem kunnen laten zien zoals hij eigenlijk in de bodem zou zitten. Met keurig netjes weer de duigen en de hele hoepels eromheen, zodat de put een goed beeld geeft van hoe hij eruit zou. En dan hebben we nog een put van een recentere opgraving. Dat is een stenen put die gemaakt is van dikke kloostermoppen. Wellicht van een of ander gebouw hier in de omgeving overgebleven of bij het verlaten van dat gebouw. En die put hebben we weer opnieuw opgebouwd. Dat heeft Henk dan weer gedaan. Die heeft daar keurig netjes weer een put van gemaakt, zodat je een idee krijgt van hoe dat eruit ziet in die tijden. Dit moment gaan we doen doordat we gaan vragen aan Henk, Jeroen en aan Kees. En jullie loopt mee die kant op. Zij gaan plechtig de deur openen. Nou, dames en heren, deze mannen mogen dus als ontwikkelaars van deze expositie het plechtig openen door het gordijn opzij te trekken, zodat iedereen hiervan kan genieten. Ga je gang. Oké. Nou, bij deze verklaring de puttenruimte voor geopend. Tadaa! Kom erin, kom kijken. Kijk.
Kijk eens, prachtig. Ah, ja, mooi. Prachtig. Kom erin. Ja. Mooi, ja. Mooi, hè? Ja. Mooi aangekleed. Ja. Mooi worden. Heel mooi. Maar ja. Wel, hè? Ja, lekker. Mooi, hè? Ik heb mooi. Ja, dat is niet. Heel professioneel. Ja, dit is heel fragiel. Maar zo echt in de werkelijkheid, als je het met een gat verdedigt, dan een bouwt. Ja, nu met bouwt. Ja, dat hebben we restaurant gedaan. Dat hele rest hier. Die kunnen goed restaureren. Nou ja, de moet ook wat vreemd zo blijven.